De overheid heeft onlangs de brandstofprijzen aangepast. De aanpassing is het gevolg van het doorvoeren van een ruimere government take op de olieprijzen. Er zijn wat vragen vanuit de samenleving. Wij van de Communicatiedienst Suriname, CDS, hebben gemeend om hierover van gedachten te wisselen met de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, mevrouw Saskia Walden. Minister Walden, wij hebben in het afgelopen weekend een aanpassing gehad van de brandstofprijs. En dat vindt zijn oorzaak in dus de aanpassing van die government take. Kunt u ons uitleggen, want er zijn een heleboel vragen die de samenleving bezighoudt. Kunt u ons uitleggen wat de bedoeling eigenlijk is geweest om die government take te verruimen? Oké, dank u wel. De bedoeling om de government take te verruimen is als een korte of een voorlopige maatregel dat in een pakket van maatregelen betreft voor het verhogen van de staatsinkomsten om zo aan de staatsverplichtingen te kunnen voldoen. En dan zijn het de verplichtingen, met name het betalen van de AOV, met name het betalen van de kosten van de ziekenhuizen, het betalen van de pensioenen, het betalen van kinderbijslag, het betalen van de salarissen. En daarvoor is er circa 600 miljoen nodig op maandbasis. En de kosten die de staat moet betalen ten opzichte van de inkomsten die de staat genereert, daar is er een tekort van ongeveer 250 miljoen. En dus daar wordt gekeken naar een pakket van maatregelen waarvan de government take een van de maatregelen is, een aanpassing dat op korte termijn wordt toegepast voor een bepaalde periode. Een andere vraag die speelt, minister, en kan de Oemus Takasandisi ook toe instellen aan tongen met volk verstaan. De vrees bestaat dat de prijzen met de aanpassing van de government take ook omhoog gaan. Dus dit is maar een vredeptien zo voor bij moro na winkri. Sam minister, een takkie tapator disi. Ik begrijp dat dat is maar overheden, dat de prijs ook omhoog misreveliep in Sranang. Dus of a prijs komorehe in een winkel, al komorehe gimme ook toe. Tegelijkertijd, om voor economische zaken, om sapsana de marges om een voor a olieprijs op invloed op a winkelprijs. En dat maakt a controle de belangrijk. He? Dus ook toe aan het begin, aboen kan voor mij takken in Sranan toen ook toe, zei de aangepaste government take, want ons land op om een paar man, land op om een verplichting, land moest bij de atoso, land moest zorgen dat de atoso maar open, de moest staan draai, land moest bij de bigisma, de AOV, moest bij de pensioen, moest bij de salaris, en zo. Om mijn kosten. Tegelijkertijd zie je dat ammonie salanti afvanodu no doro. Dus a government take nou een deel voor sang land afvanodu voor man doe alle de sang zodat so wan stabiliteit de in akondre. Want toen wan gwa atoso da ushi atapu. Ik gwa eerste hulp ushi atapu. Dus dat na voor gobaka na eerste vraag. A tweede natuurlijk, ons sap dat brandstofprijs op invloed tap de traprijs. De traprijs voor de winkel. En uluku sana a verhoging, sana a deel voor a prijs naar winkel, sa a olieprijs op invloed. En dan wil uluku dat asane ko ongeveer 2 tot maximaal 5% voor a de product op kosten ving na brandstofkosten. Dus if a brandstof verhoogt naar 1%. Dat betekent dat de winkelprijs normaal verhoogt naar 100%, if na 2% na zo'n brandstof. Dat maakt ook toen, meneer Sarijan, op een telefoonnummer, dat we op extra controle doen. Want normaal is dat om ik misbruik voor aangepaste government take, voor tak van oké, dat nou moet je zo voor morgen dieren voor mij qua extra janta pa volk. No, no, dat u no staat toe. Dus if me mag, me gea a verkorte lijn. En dat maakt me voor mijn neuskapje ook toe. Zodat ook de desma sa
kan dit verstaan zoals misschien met een gehoorbeperking, dat ook te denken aan aber informatie. Hè? U hebt een verkorte lijn, zij kan bellen, zijn naar economische controledienst, zij kan check naar de winkel, dat na 1940. Dus gewoon weer bel 1940. En dan app wat nummer ook toe, pika app. App sana winkri, app aan de winkri, kan ik gewoon foto's refa product. Dat app nummer na 8530915. 8530915. Want uno accepteert dat winkelier op persdinsma moro san ade. No, dat uno tolereert. O appa economische controle dienst. En mi mag tegen ook toe Masra Sarijan. Dat ook toe we luku in het ministerie fa unka zet de RR-leden in, fa ADR. Fa moros ma in een gemeenschap kan je uncontroleren. Want een consument belangrijk. Een volk belangrijk. En alle kosten moest dan beheersbaar. Want alles maar moest man op een boelibi. Op een nog voor jang of jang, op voldoende basisgoederen. Dan, minister, is de vraag ook, de government take is aangepast. De samenleving moet ook een, zeg maar, een klein offer brengen. Hoe lang gaat dit duren? Oké, dus boel is ook voor bijdrage. In feite, na een government take, dat betekent, iemand mag bij brandstof en ik wat SRD bijdragen naar de staatskas. Maar we onderschatten alleen de staatskas bij de Olozamekine. Als dit is ook waar, wat van de nieuwe regering, we zeggen dat als schade samen de afgelopen 10 jaar hebben de toen zien dat we kan doen in Wangmu. Dus we zijn bezig met een pakket van maatregelen. Want we moeten ook kijken van, zoma na densma zijn campagne more belasting. Ik van we tak van de breedste schouders dragen de zwaarste lasten. Zoma even die more, zoma op more heen inkomsten. Dan dat ze me kwam more big bijdragen. Zodat we kan uit naar de kosten voor Gralanti. We kan uit naar de verplichtingen voor Gralanti. Dus a government take in eerste om morgen snel om kan zien dat a effect de dat we kan stopnemen om morgen snel. Dus wij lukken een periode van FOD 3 maanden kon ik 6 maanden. Zij de middag eerst 3 maanden. En ik kan de want dit is een maatregel. Small tak van, oh, go look, take a money naar de good man. Want ding hebben money. Trouw tak van, oh, dat take it naar de more big bedrijf. Want ding hebben money. Oké? Okay? Alle dit zijn dat we look ook toe. Maar daarvoor, pot a regeling dat die. I take more one moon. Voor make den berekening van al die. Ook toe we look van de big bedrijf. Sa, want we look van, pet naar de meeste inkomsten voor a kondere e konto. De bigger bedrijf, even kan dat de kan pijna visie de belasting, tede pijna visie, in plaats dat de ora moneta bangi, dat de gigralanti in vooruit. Dat wil ik sana incente zou kan gide. Even gide wan om 1% korte, want if de be poti na bangi, dat de bofin, want chi rente ne tapu, maar in plaats dat de poti ook dat wil ik. Dus ko gie a minister voor financiën, kontak tenminste 3 maanden, a ting. Ik kan doen de berekening, want bria na moussa. Dus na even, a government take na even voor u, mek wan bijdrage, alles ma, te bij wat liter brandstof, je pay wat SRD erbij, en na wat SRD, na voor mek wan bijdrage, dat u ab wan stabiliteit, dat u naf tap atoso, dat u naf of de bigisma dat de man vindt de AOV, dat we op een stabiliteit in haar konden, op een rust, dat we go met de berekening, minister voor Financiën met de berekening, en dat wij komen dat we een pakket van maatregelen, en dat pakket van maatregelen moet zorgen dat de economie moet groeien. Dus dat na een mooie presparis aan, zou we zoeken van zijn bijdrage naar een lange duur, zodat we komen bakken in een stabiele economie,
En uiteindelijk op basis voor de economie voor Sradan kan groeien. En dat we allemaal in Sradan moeten afvormen met de Libi. Okay. Na een nieuw government take west gaat dat ongeveer 30 miljoen SRD kan komen. Dus daar even bij elkaar tekort voor 200, kom je 250 miljoen. Dan weet je dat 30 miljoen daarvan komen. Minister van Financiën loopt ook te van om kan dekken, want dat alle moet stappen. Dus a government take contact met elkaar alle komorotje. Ook die we moeten tegen je maatschappij zeggen dat we look ook te van voor controleerde prijs, anders zoals in de winkel, maar ook toe naar de importeur. Op een boom communicatie naar de importeur en ook te drapen we look peden en efficiënties de zijn een verhoog aan kosten voor de importeur. En dit tegen nu zijn dan sommige de knelpunten. Mij betek ik van Adala moest de, want if we importeren, onder man bij de buitenlanders naar Saranamoni, ja, de one dollar of de one euro's. Toch? Dus Adala moest de, euro moest de. Dan ook toen we het gesprek naar de cambio's, van hoe kan zorgen dat de koers staan stabiel. Dus, government take a now one sa nummer sa omus luku. Omus luku de importeur. Omus luku de cambio's. Omus luku en a amore prespari sa nina ook te faal. Luku ome money we make ne kwan kondre. Omus luku suma na des massa op de Britse schouder. Suma na des massa en make more money. Toch? En in a platform voor importeurs we ook te on de in a fase voor pot recht prijzen. Kotak dat ook op wa lees van ome wa kilo bruine bonen moes kost. Om een liter meer te importeren moest kosten. Om een liter sojaolie moest kosten. Om een liter zonnebloemolie moest kosten. Dat is op een recht prijs. Dat na een fase zou doen. In een natrek om een goede varen voor certificeerde winkel. Voor smaak en sapje van dit naar een winkel zou je voldoen. Intussen tijd met actie en gemeenschap. Bel of send een sms even zie dat we een prijs aan winkel met actie moren, want we afgesprek ook toen naar een vereniging van Chinese winkeliers dat een controle moest doen. En met mij melden voor alles maar sabi dat het ministerie van Economische Zaken heeft een winkelier een prijs opdreven niet oren naar een afspraak. Hoe abba mag die voor pura vergunning voor tappen winkel? Dat hoe abba mag die. Dus maar ik weet dat een man of een winkelier, en een man of een vrouw, actie veel meer, toch? Want we weten dat een brandstofprijs meer dan 5%, 2-5% voor een kostprijs. Toch? We melden, we afgesprek ook naar de Chinese Vereniging voor Winkeliers, naar een platform voor importeurs, naar de cambiohouders en zo op naar ook de bond voor de douaniers. Want ook te doen douanekosten nou een aspect in a we ook te willen sana de inefficiencies alase voor om kan zorgen dat smanaf pai voor chaden producten morelijk den moest pai en smokkel ten zo met concurrentie ik oneerlijk zodat weet je dat nou een aantal sani moest regelen een aantal sani zijn verwaarloosd de afgelopen 10 jaar aantal Samsung beko chaotisch de afgelopen 10 jaar daar. No onder leiding van president Santoki om tja wat orde te wan regel wan dat je met bepaalde regels toch dat je werkt volgens de regels dat moet weer in het systeem komen dat moet tja komen bakken en dat heeft ik moren wambo. Dat is ik moro wamu, maar sowieso binnen de komende 9 maanden stabiliteit dat moest die dat ook toe. Smassa ons op sana de regels en vai ori na de regels, zodat ook toe de importeurs naf pai moro leksa de moest pai en smane smokkel to wel trawa e pai. In feite, in wans rana man kan me kwam bijdragen. Kom begin na sau wans ma kan do, dat na buitenland op. Onproductiviteit moest kon verhoog. Dus if we roken, we moeten roken meer efficiënt, we moeten roken meer op een niveau, zodat we kunnen maken dat we
tapal niveau dat ik kan exporteren. Even naar een diensten je verleent. Ik moet zoeken, zijn dat een mooie beste fase van mij kan verleent aan diensten. Van mij kan verlaag mijn kosten, maar op een kwaliteit. Of van mij kan op een kwaliteit komen met een internationaal niveau. Dus uiteindelijk, bij u moet gaan naar economische zaken, ondernemerschap, technologische innovaties aan het ministerie dit voor doen. Dus dat betekent een productie voor Suriname moest verhoog. Een exportwaarde voor Suriname moest verhoog. Dat uiteindelijk weer door een handelsbalans dat toeserie, goed dat bijvoorbeeld weer zeer Shanghai, Holland, Nederland, toch? Weer zeer graag Nederland, ongeveer 20 miljoen euro gaan Nederland. Dat NASA ongeveer, dus dat ding op 20 miljoen. Maar even wist je dat weer bij 250 miljoen. Dat betekent ook bij 250 miljoen, maar onverdiend 20 miljoen. Dan mankeer die. Dus de zin dat je moest veranderen handelsbalans naar de trakondre. Dat, maar van we veranderen handelsbalans, toch? Van je zeer moren lek je bij, dat die produceert moren. Dus uiteindelijk, en dat is een graag land, terwijl ik een pakket van maatregelen, dat we ook terwijl ik van, zijn een ondernemer op van nodig, want kan die een ondernemer, want ik van, ik moet een verruimen, bijvoorbeeld, als je met krontenolie, moet je morgen krontenolie voor export, als je met sap, moet je met sap voor doro, tap aan internationale markt, voor exporteer naar CARICOM. Dus dat wil ik zijn je op van nodig, als je money op van nodig, a money nom a rente nom heet tumsi te lening. Dus dit is nou een heel pakket voor maatregelen moest de uiteindelijk dat a productiecapaciteit in Suriname overruim en dat a efficiënties van hoe en roken moest verhoog. Dat in feite te wel lukken van once my sawandi wala maar 24 uur wandi en voor de 24 uur in sribi maar de juri sa roko sana a warda voor a productie sa je chakalo to ja dus dat wil ik wel aantal sani natuurlijk sana a vaardigheid sa af van nodig sana de roko san sa af van nodig dus dat na a groter plaatje wat a groter plaatje ik uiteindelijk de mek more money dan dat je spend toch dus dat betekent a kondre moest mek more money dan ik geef uit om moest exporteer more dan we importeer. We moeten zoeken voor de sansa we jagen, de sansa we dringen, voor produceer more dingen. Bijvoorbeeld nu we de dollar we maken. We hebben gebruiken voor importeer meer. We hebben gebruiken voor importeer olie. En dan met dat ja olie, toch? We hebben gebruiken voor importeer krontenproducten. Kronten zijn groot in Suriname, we tekenen dollar. Dus dit zijn dat we moeten zoeken van hoe we kunnen produceren morgen. En dat na uiteindelijk bij ons door niks aan. En natuurlijk, en dan zoals mijn ministerie, want alle 17 ministerie hebben een belangrijke rol in de economie. Voor uiteindelijk dat een inwoners aan de man, want anders laat je wang, om te zoeken van, we moeten zoeken van mij kan ook morgen efficiënt. Van mij kan broodjaar aan het niveau samen met elkaar luchten. Inwoners aan de man, more heet productie, more waardevol, more efficiënt. En dat we moeten zoeken ook toe, zou je geef uit, toch? Voorlopig laten we ons aan het nodige houden, toch? Zijn in een moes of bij, liep voorlopig, laten we ons aan het nodige houden. En we kunnen elkaar bijdragen, dan een periode zou we taak voor solidariteit. Solidariteit betekent mijn luk of mijn wang, mijn luk of trouwang toe. En terwijl luk of trouwang, in wang voor mijn luk of ons schrijven, dat niet kan konden, niet kan nasie voor elkaar vissen. En we zien, government take nou aan voorlopige maatregel, een pakket compleet, dat vanuit het ministerie voor Financiën, dat ook mee bekend van, ze een pakket, of gefaseerd ook te hebben, want alles wat ik kan doen, want maar memory, dat een maatregel, ook toe naar maatregelen voor je ondernemers, voor ze kan vinden roken ook toe. En dat die alles maar op roken, ze kan produceren, dat de verdiencapaciteiten verhoogt, zodat die op een koopkracht, toch? En dat we kan voldoen in alle die sansen af van nodig.